Monica Rambeau verandert in Miss Marvel. Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij deze gloednieuwe video, waarin we weer gaan reageren op een gloednieuwe trailer. En deze keer gaan we reageren op de trailer van The Marvels, het gloednieuwe project van Marvel, de volgende film van Marvel die in de bioscoop gaat verschijnen in november al. Laten we snel gaan kijken naar de trailer. Captain Rambo, what the hell are you doing? Entering the jump point perimeter. Gonna get you some readings, Fury. Hello? De trailer begint natuurlijk met Monica Rambeau en Nick Fury samen in space, waarin Monica Rambeau verandert in Miss Marvel. En dat is de allereerste keer van de 5 keer in de volledige trailer dat zo'n shapeshifting plaatsvindt. En dat is ook precies hoe de karakters in de stripboeken samenwerken. Where's Captain Rambo? Monica Rambeau die landt vervolgens op een planeet waar iedereen niet zo vriendelijk is en haar probeert aan te vallen. Dat zal waarschijnlijk een van de eerste gevechtsscènes zijn in de hele film, waarin we haar ook weer iets beters leren kennen, welke powers ze nu weer heeft opgepakt. What the? En daarna zien we natuurlijk Captain Marvel zelf thuis bij de ouders van Miss Marvel. Wat we ook al zagen in de endcreditscène van de Miss Marvel serie. Dus dat is ook wel super cool om te zien dat dat allemaal connected is. We're looking for Kamala Khan. Tyrion! Okay, so our powers are entangled. I can manipulate light energy. And you, I could totally show you. No! Not again! En je ziet dus ook al meteen een tweede shapeshifting scène waarin Captain Marvel opnieuw thuis komt bij de ouders van Miss Marvel. Dus dat schijnt een soort terugkerend thema te zijn in de trailer. Hi. Where's our daughter? Wherever you were. Oh my god! En we zien Goose terug. De kat uit Captain Marvel. Voor degenen die dat onthouden hebben. Minst herkenbare film ever. Maar nog steeds. Leuk dat ze dat terugbrengen uit zo'n eerdere film. En het coole aan de scène in het einde is dat je ze zelfs in het gevecht ziet shapeshiften naar elkaar. Wat gewoon super tof is. Dat is gewoon cool om te zien. We're a team. Oh, no, we're not a team. We're not a team. En dan zijn er nog 2 dingen die ik hierover wil opmerken. Als eerste heet het in de film natuurlijk The Marvels, omdat het niet alleen het vervolg is op het verhaal van Captain Marvel, maar ook het verhaal van Monica Rambeau en het verhaal van Miss Marvel. Dus dat vond ik wel heel sterk gedaan. En ten tweede, de allereerste comment onder deze trailer is, als ik een penny krijg voor elke keer dat Monica Rambeau per ongeluk powers opdoet, dan had ik 2 pennies. En dat is niet heel veel, maar toch bijzonder dat dat 2 keer gebeurt. En die vond ik ook leuk. Laat me zeker weten als jij deze film in november gaat kijken. Ik ben heel erg benieuwd. En ook zeker als je hem dankzij mij gaat kijken. En dan zie ik jullie volgende week waarschijnlijk weer bij een gloednieuwe video. Laat even weten waar ik dan op moet reageren, want ik heb nog geen idee. Dus dan zie ik jullie dan. Tot ziens. Tot later.